Ik werd dus vrijdag al gebeld door een aantal journalisten uit Spanje. En die kwamen mij steeds van vertellen dat er een rechtszaak dreigde voor Sillessen. En dat het een criminal court was. Dus wij bellen op een gegeven moment. En dat zou zijn advocaat met een verklaring komen. Die kwam dan vanavond met een verklaring. En daarin werd dus verteld dat hij een kind heeft verwekt in Spanje. En dat hij dat vaderschap gaat accepteren. Maar er schijnen nog allemaal dingen te zijn over alimentatie. En die journalisten blijven mij nog steeds allemaal appen sturen van, nou, dit is nog helemaal niet geregeld. Nou, kijk, ik had het achter iedereen gezocht, maar niet achter die halve zachte Sillessen. Ik dacht dat hij nog maagd was. Ja. 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 Ik dacht dat hij nog vrolijk lag te rukken in Groesbeek. Hij had toch een vriendin wel gewoon? Daar was hij volgens mij. Was hij niet getrouwd? Nee, ik dacht niet dat hij getrouwd was. Had wel een vriendin, volgens mij. Ja. 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 Maar was waarschijnlijk ook de reden dat hij hals over kop naar NEC wilde. Weg van die situatie. Ja? Oh, maar kijk, als hij een conflict krijgt met de Spaanse autoriteiten, dan kan hij dadelijk niet meer de grens over. Nee. Want dan kan hij met het Nederlands elftal niet naar het buitenland. Ja. Want dan wordt hij opgepakt. Ik denk dat hij wel die jelletjes heeft. Deze moeten we vooral bij Sillessen weghouden. Ja, zijn advocaat gaat nu. Zijn advocaat heeft een verklaring uitgebracht dat hij dus daar naartoe gaat om het kind dan. Maar ja, je hebt natuurlijk kans dat de Spaanse rechter hem veroordeelt voor alimentatie op basis van zijn salaris in Spanje. En dat kan natuurlijk best eens hoog zijn. Ja. Heb jij nog kinderen her en der rondlopen, Bas? Nee. Zeker jij hebt alleen maar geitjes, hè? Alleen maar geitjes. Nee, ik hou het gewoon... Nee, ja, draag je ook wel netjes. Bij dit onderwerp moet je gewoon lekker bij de tafel blijven. Ja.